Yo mensen, welkom weer bij een nieuw Fortnite potje. En dit Fortnite potje, laat ik een potje zien die goed gaat met wat vrienden van mij. Die weer voor het eerst Fortnite spelen in een paar jaar. Met Yajonboy en Mike B. M4, ook dat kennen jullie al. Maar deze twee jongens spelen voor het eerst Fortnite in een lange tijd. Mike B heeft volgens mij nog wel eens Rocket Racing gedaan, wat ik zei. En John. Ja, John, ja, boy, John, Johnny boy, die heeft wel eens, die heeft al heel lang niet gespeeld, want die kan je mee laten doen in Reboot Valley, event. Maar ja, we gaan even kijken, we zitten hem even op keer 4, aangezien het een beetje langzaam ging vanaf hier, voor mij in ieder geval, voor die andere jongens, die laten we straks allemaal zien. Nou ja, we gingen eerst even in de Reckless Railway gingen we even heen en gingen we even rustig looten. We zaten die domme verhalen met elkaar te tellen. Of ja. Japanners of zo. Zoiets was het. Nou ja, we gingen even rustig looten. En eigenlijk. Hoi, Mike B. Ik heb geen AR. Ik weet het niet. Hij kon ze niet vinden en M4 Hellcat die killt even hier even 6 man. En ja, John Boy die heeft er 1 en dan Mike B en ik en Mike B en ik, ja die hebben 0. Sorry voor wat een beetje verkouden klink, ik ben ziek op dit moment ook. En zoals ik altijd zeg, sorry voor het beeld als het een beetje hapert, maar ja. Dan kan ik ook weinig aan doen. Nou ja, hier waren de eerste mensen die we nokten en killden. Het eerste nokje was al te pakken. Nou ja, op een of andere manier is er een glitch. Ook dat je in de map, op het kleine mapje, niet kan zien waar je teamgenoten zijn. Op een of andere manier, ik weet niet hoe, maar het is jammer dat zo is. Nou, hier had ik even 3 man snel te pakken achter elkaar. Dus spoelen we weer even een stukje verder. Op een of andere manier, ja, zoals ik al zeg, er is daar een glitch mee in. Nee, want dan zei je al tijdens het potje van, hé, we kunnen elkaar niet zien. Dat was super raar. Ja, hier ging ik naar beneden toe. Viel er iemand letterlijk naast me dood. Vond ik wel grappig. En dan daar stond iemand. Ik zat stil en die gozer killt mij gewoon niet. Heel bijzonder. Maar ja, dan gingen we verder pushen. En eigenlijk was het van we moeten kills hebben. Zo, want ja, daarvoor zijn voor zo'n jongens hier toch gekomen. Natuurlijk om kills te maken, want dat doe je nou eenmaal in Fortnite. Nou ja, hier waren mensen gewoon donuts aan het doen. En ik van, oh, wat is dit? Gaat in één keer switchen in één keer van dingen. Ja, moet ik snel natuurlijk de motor op. Nou ja, hij knokt uiteindelijk iemand. Ja, dan moet ik wel helpen. Dat doe ik ook. Ik wil deze Zeus hier even. Of nog maar eigenlijk. Oh nee, dat deed hem voor Hellcat. Die nokte hem. Ik wilde die vriendjes van hem. Ja, dat was het. Ja, ik wilde die. Uiteindelijk gingen we even rustig de onzichtbare vault in, blijkbaar. Even wat mods aanbrengen. In de vault die onzichtbaar is geworden. Nou, en iedereen rende weg. Ik dacht zo van, nou, zou ik John Boy meenemen? Nou, hoefde niet. Want hij stond daar maar niks te doen. Uiteindelijk zag ik voetstapjes hier.
Dus en ik moest met de auto even omhoog. Maar ja, het lukte niet, dus ik stapte maar uit. Want ik werd beschoten ook. En dan denk je, oh, dit is er één. Nee, dat was er nog één. En ik was hier bijna dood. Ik had iets van 20 HP nog of zo. Maar ja, dat waren dus eigenlijk al mijn kills. Als we het goed hier zien. Dus dan stappen we over op Mike B. En hopelijk doet het geluid nu wel in één keer. Ja, het geluid doet het dan gewoon in één keer. Hartstikke mooi. Nou ja, hier snijpt iemand met zijn DMR. Laten we dat stukje nog even een keer opnieuw zien. Moeten we even iets langer verder terug. Want dat ging heel snel. Nou ja, het lekt een beetje natuurlijk, zoals ik altijd zeg. Met andere personen heb je daar wat meer last van. Waarom? Ik heb geen idee. Nou, hij vond het leuk om mensen van de enemies op te tillen en mee te nemen. Maar hier ziet hij dus mensen te snipen met een DMR. Ondertussen ga ik dus naar boven om mensen aan te vallen. Heeft hij nog een iemand knocked? En uiteindelijk iemand killed. En dan skippen we een beetje naar voren toe. En volgens mij heeft hij hier nog een knock. Zo, wat een skills heeft hij daar, joh. Ja, dat was een Zeus. Oh, hier raakte die knocked. Oké. Okay. En dan hier pakte die nog een keeltje erbij. Ik die werd aangevallen zonder dat ik het door had. En hier zit die iemand met zijn DMR even nog te schieten. En dan als we een beetje fast forward gaan, kunnen we zien. Want hij was de laatste speler over in ons team. Nou ja, hier werd hij nog snel even geschoten. En dus moest hij snel wegrennen. Zat hij in de storm. Echt 7 HP was hij hier. Dus hij was echt bijna dood. Nou, healing, healing. Ik heb healing nodig. Nou ja, uiteindelijk krijgt hij die healing. Maar shield had hij niet. En dan had hij hier Flowberry Frizz. Maar het is nieuw voor hem. Dus die pakte hij niet. Nou, super, super handig natuurlijk. En dan moest dus de berg op. Nou ja, hij dacht, dan kan ik de berg helemaal op gaan. Nou, hier verloor hij ook alweer gewoon 24 HP. Hij dacht, dan ga ik hier de berg helemaal op. Maar ja, je kan de berg niet in één keer zoveel omhoog. Dus toen op een gegeven moment, ja, viel hij zoveel naar beneden. En is hij dood gegaan. Zoals ik ook zei, eigenlijk had hij opgegeven. Maar dit was niet de mensen die we nodig hadden. Pak even. Dus daar gaan we hier naartoe. Pakken de dingen van Jajon Boy erbij. Jajon Boy, ja Boy John. Ja, het is even wennen natuurlijk weer. Nieuwe namen. Maar, nou ja, die killt iemand vanuit die net aan het landen is, zo te zien. Super laggy. Hij loopt zelfs door de grond heen. Dus hij heeft skills. Neemt hem mee. Yo, dit is echt super laggy. Jongens, sorry dat ik hiermee. Dus ook John, als jij dit kijkt. Of Mike. Of M4 Hellcat. Vooral John nu, op dit moment. Sorry hiervoor. Op een of andere manier lekt bij jou gewoon veel meer dan bij de rest. Nou ja, nu valt het wel mee. Maar
Involgend, sorry alvoor als het wat meer lijkt. Dus we spoelen wat meer bij jou door. Want we moeten wel een beetje binnen de tijd blijven. Want we willen niet dat de video veel een 30 jaar duurt. Ja, hier sprong die om M4 Hellcat te helpen. Ja, die had natuurlijk al heel veel kills te pakken al. Ja, ja, Zomboy die killt hier nog even eentje. Ja, die nokte hier eentje. En wij dachten zo van, oei, M4 Hellcat heeft ze allemaal. Nou ja, ja, Zomboy had er dus nog één. Ja, boy John. Ja, Zomboy. Het interesseert me niet, ik zeg gewoon ja, Zomboy. Boy. Nou ja, die komt dus hier nu omhoog. Op Mount Olympus. Krijgt in één keer een bouwsteel op zijn hoofd. En lagen dat hij deed. Super erg. Hij lagt echt als het gaat ver. Nee, dit is gewoon weer mijn replays. Mijn replays zijn gewoon bagger. Maar ja, hij vecht dus mensen op Mount Olympus hier. Mount Oompa Loompa. En dan heeft hij er een keeltje bij. En een nokje. En volgens mij had hij er nog eentje hier. Ja. Had hij er daar nog een. Zoals ik zeg. Replays bij mij zijn gewoon niet goed. Helaas. Maar ja. Daarom moeten we het er even mee doen. Bij de ene gaat het weer beter dan bij de ander. Ja, hier zag hij iemand lopen, maar die zag hem ook lopen en hij pakt ze DMR en killt hem. En ik dacht dat hij hier nog een nokje te pakken kreeg. Ja, hij heeft hier nog een nokje te pakken, maar is uiteindelijk genokt. Ik denk niet dat hij de kill heeft gekregen. Nee, hij heeft niet de kill hier gekregen. Ik moest hier echt klutsen. Dat is ook trouwens even leuk om te zien. Ik moest hier echt, nou, ze waren hier dus met zoveel. En de bot van mij zat dus hun aan te vallen. Dus ik moest rennen. Ik ren om te zorgen dat ik een reboot kaart kreeg. Ja, en dan heb ik ze allemaal even naar verdansen, weet je wel. Hoe zit hij nou te dansen op mijn graf? Nou ja, dan kwam de volgende cirkel alweer. Dus ik kreeg heel snel rebooten. En uiteindelijk hebben we de storm nog gehaald, dus dat was heel netjes. Ja, dan gaan we dus naar M4 Hellcat. Hopelijk doen zijn replays het wel goed en niet zo laggy. Maar hij had heel veel kills telkens in heel veel korte stukken. Ja, zijn replays zien er ook een beetje hetzelfde uit. Maar als altijd hapert een beetje, maar doen nogal redelijk normaal. En bij hem spoel ik denk ik gewoon door met keer 4. Ja, hij ging echt als een rapper, ging die aanvallen. Met zijn shotty hier. Killt even een shredder. Met zijn shotty. En dan komt hij nog meer mensen tegen. Hoppa, 3 kills. En dan weer eens even looten en allemaal gezellig weer. Halalalalalala. Maar ja, wat voor hem was vooral, hij wou vooral de kills hebben. En er zat een beetje te zeuren over dat die de lobby's waar je zo min mogelijk bot zat, dat hij die leuker vond. Maar ja, we kunnen niet altijd over alles geven wat je wilt, zouden we maar.
En hier kwam die een groep mensen tegen en killde die er echt mokertje veel. Hij stond hier op 3 en eindigde volgens mij op 9. Maar dit waren volgens mij gewoon echt een groep bots die die killde. Hij killde hier 6 man binnen een paar minuten. Misschien leuk voor een short. Ik ga het een keer van hem. Ik ga het wel even aan elkaar vragen. Nou, even wat looten. Allemaal. Met de auto. Lekker weg. Nou ja, uiteindelijk hoorden we die mensjes. En die wilde hij wel heel graag hebben. Want ja, als er M voor Hellcat iets wilt in Fortnite, zijn het kills. Ja, hier had hij er 1. Hier had hij er 2. En dan zit hij even te killen voor de loot. Ja, hier wordt een Luvu even gekild. Ja. Hier waren de kills dus weer voor hem. Hij stond op 11 en de rest bij elkaar stond op 7. Dus dat is weer lekker verdeeld ook onder elkaar. Ja, je killde die even iemand. Toen ging ik naar beneden. Killde ik ook iemand. Ja, Zomboy had er dan weer 2 bij. Ja, zet hij even een bounty aan. En dan wilde hij de bounty volgens mij gaan pakken. Ja, dat deden we samen. En dan gingen we op de mensen af die hier zaten, ja. Waar die mij in één keer mee alleen liet. Ja, die zaten natuurlijk helemaal op mij gefocust, ja. En dan kon hij ze killen. Nou, ik heb er 1 nog. Nou, oké, ik kom toch terug, weet je wel. Hij heeft die knocked. En die heeft die knocked. Terwijl ik die heel erg had. En hij zei, oh, sorry. Ik zei, joh, maakt niet uit. Zo, het zijn maar kills. Ik heb meer kills dan mijn KD, dus ik vond het prima. Jij staat nu op 15 en dat wou je graag hebben. Nou, dan heeft hij eigenlijk een heel stuk lang niks. Heeft hij die genokt en direct gekilled. En dan hier hebben we nog zijn laatste kill. Als hij laat. En dat was deze skin hier. Die schoot hij en volgens mij viel hij naar beneden. Oh nee, nou, die kwam weer omhoog. Die was de hele tijd aan het springen, dat was hem. En ja, die killde die nog even. Die ging dood door storm. Ja, toen werd hij beschoten. Maar dat was dit mooie potje. We zijn dus geëindigd met iets van bijna 30 kills of zo. 30 kills. Volgens mij. Ja, 30 kills precies. En dat was mooi. Ook voor de jongens die net terugkwamen. Met Mike B. En ja, boy John. En dan ik en Hellcat voor. En voor Hellcat. Ja, hadden het prima voor elkaar. Maar ja, wil je meer video's met eventueel een van de jongens zien? Of met alle 3 weer? Laat weten in de reacties. Ook de jongens mogen laten weten of ze meer willen laten weer video's willen. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Joejoe. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around.
stretched every building and home that I found.